De meest chaotische ochtendroutine ever. Niet de papa. Ik ben naar voren gebogen. Oh my god. Mijn hartslag. Maar wat hield dat allemaal, Rello, hè? Morgen, welkom bij een nieuw vlog van Mario Tilly. Mina, ik werd om 4 uur 's nachts wakker, want ik had een nachtmerrie. Echt gillend wakker, oh my god. En net voordat ik wakker moest worden, was ik weer in slaap gevallen. Nu heb ik me een soort van verslapen. Ben je er? Als een nachtmerrie, hoorde je me niet gillen? Ja, ik hoorde wel gillen. Ik dacht, ik met hem op. Kijk het maar. Ik was echt zo. En toen kon ik niet meer slapen. En dan net voordat die jongens wakker waren, was ik in slaap gevallen. Hey man. Hey man. Jou ook wel hoor. Hey Petoesje. Hey. Wat ben je aan het doen? Liggen. Vind je dat wel fijn? Ja, tv kijken. Had je al brood gegeten? Nee. Oh, kom maar erbij liggen hoor. Hier, op het kussentje. Omhoog, omhoog. Ja. Ik had een nachtmerrie dus. Auw. Pot. Die is nog gedaan. Water in dat ding uit te doen. Zit niet genoeg in, hè? Donker. Oh, kut. Oké. Okay. Muisjes, hè? Lekker toch, muisjes? Ja. Nee. Je hebt al 2 broodjes en je hebt ook niet de korstjes gegeten. Muisjes. Ja, je hebt ook muisjes op je ontbijtkoek. Zo, samen onder het dekentje. Kijk dan. Ik zie je voetje nog. Niet koud. Want je had me wel laten liggen, merkte ik. Want ik hoorde je niet eens uit bed gaan. Ik de deken. Wat zeg jij? Ik de deken. Mag ik de deken? Ik de deken. Hij zegt het dan gewoon vragend. Ik het deken. We hebben echt dekenkindjes, hè? Hey! Wat doe jij? Niet je papa. Deed jij dat? Even snel het bed opmaken. Ja, even snel mijn haar doen. Een beetje fatsoeneren, dat ik nog een beetje normaal uitzie. Ja. Oké. Okay. Koud hoor. Weet je zeker dat het niet te koud is wat je nu aan hebt? Oké. Okay. Ja, maar dan moet ik ook in de auto. Ik schoot. Ja, maar hoe dan? Oké. Okay. Maar ik heb ook de hond, hè? Oh, wacht. Oh my god. Oké, okay, ik ga bij jou op schoot dan, hè? Ja. Ik zit. Oh, wat een volle bende. Ja,
mijn hoofd. Oh. Niet te hard, hè? Ja, zit jij wel lekker? Zit heerlijk. Oké. Okay. Zit echt fijn zo. Zo naar voren gebogen. Nou. En dan? Oh, wat goed. 3 dagen al. Oh, wat goed. Maar je weet wat ze zeggen, hè? 7 dagen zijn het echt het allermoeilijkste. En dan een jaar nog. Dat valt mee. Ah, we zijn er. Blijft Zeno bij jou? Oké, ik heb het gered. Een lesje naar school gebracht. Doei. Nu ben ik al helemaal kapot, terwijl ik nog echt de hele dag moet. Het was even hectisch en heel chaotisch. Echt een chaotische ochtend. De meest chaotische ochtend ever. Ik had me verslapen, ik had een nachtmerrie. Ik was te laat met aankleden. De jongens waren te laat. Ik kon weer niets wat vinden. Nu heb ik Zeno uitgelaten, ga ik naar huis en ga ik nog even lekker rustig ontbijten. Want dat heb ik nog niet gedaan. Hij krijgt zeker geen Hubby of the Year Award. Nu dit hier allemaal opruimen. Wie hoort daar? Je Nijntje. Nijntje. Kom je mee naar beneden? Mama tillen. Mama tilt dat allemaal wel hoor. Huppatee. 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 Oké, je moet eigenlijk alleen nog even hier opruimen. Maar ik ga eens even zitten. Ah, mijn lip is kapot. Zie ik nu. Wat wil je spelen? Maar we gaan zo. We moeten zo weg. Ik kan spelen. Ik ga jou pakken. Oké, wij zitten in de auto. Memphis naar de. Hoe heet dat ook alweer? Logo. Naar de logo brengen. Hoe heet dat nou ook alweer? Zeg even. Zeg dan! Je zei het nog 2 minuten geleden. Ja, weet ik, maar ik ben het nu alweer kwijt. Logopedist. Oh ja, logopedist. Net als dat, ik had net iets in mijn hoofd om een broek met een trui aan te doen. Toen dacht ik, oh, dat is een vette trui, maar nu weet ik dus niet meer welke trui ik bedoel. Ik dacht echt dat je een goed idee had, kom je met dit. Jezus. Ja, ik vond dat echt mooi staan. Toen dacht ik, oh, dat stond mooi en het zit ook fijn, maar ik weet dus nu niet meer welke het is, welke trui ik bedoelde en welke broek ik ook bedoel. Het ontglipte me. Ik heb mijn haar niet eens gedaan, hè? Dat is het dus. Wat heb je voor een grote joekel daar, zeg. Die hebben zo hun eigen hartslag. Ik ben zo hilarisch. Nou, dit was mijn echt meest chaotische ochtendroutine ever. Dus ja. Vergeet niet te abonneren, dat doe je door hier te klikken. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En als je een duimpje omhoog geeft, vergeet dan ook niet een belletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Mijn chaotische moederleven. Doei doei!